Een goedemiddag, mijn lieve vrienden. Ja, ja, van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Het is vandaag zondag, het is de 29e juli en het is 13:41. Ik ben vanochtend naar de kerk geweest. Ik ben nou even met mijn eten bezig. Mijn eten is al klaar. Koffiewater staat op. Daarna ga ik de vaat in de vaatwasser doen, want dat staat er ook. Kan ik ook eventjes in de vaatwasser doen. Het is heel erg vreemd weer. Ik heb alles weer open. Maar als je denkt, voel je je echt wel goed dat je alles open hebt, want zo goed ziet het er niet uit. Nee, maar het is zo benauwd, vind ik. Ja, maar wie ben ik? Alles gewoon open tegen elkaar. Het waait wel wat, maar niet noemenswaardig. Hé, en mijn hondje die ligt hier. Hij gaat weer naar buiten. Ga je ook weer naar buiten? Oh, heerlijk even. Ja, dat vreemd weer. De lucht bewolkt, grijs. Daar komt een beetje licht door. Maar ja, het is vreemd, vreemd weer. Maar ja, we zouden vandaag ook aan het einde van de dag weer regen krijgen, werd er gisteren voorspeld. En of we ze gelijk krijgen, ja, dat is afwachten, hè. Ja. Mag daar niet, hè. Daarom. Aan de andere zijde. Foei. Daar mag het. Ja, daar mag het wel. Wat loop je weer, Briek? Oh, zie je wat? Lekker peul, lekker voorbij. Haha. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ja, en wat jullie doorgaan, ik weet het niet. Ik weet het wel. Ik ga niet weg hoor. Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik heb al wel een paar druppeltjes gevoeld. Dat moet ik erbij geven. Maar ik had niet veel aan. Ik had ook een heel dun jasje aan en met mouwen opgerold. En toen voelde ik twee druppeltjes. Ik dacht, nou, ik wil naar huis. Niet dat ik bang ben om nat te worden, want thuis kan ik mijn eigen weer omkleden. Maar het gaat er mij om dat ik geen onweer op mijn dak krijg, want daar ben ik echt als de dood. Ik heb te veel meegemaakt. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan van alles met wat jullie doen gaan. En ja, laat ook eens weten van jullie horen wat ik eens een keertje voor jullie zou moeten doen. Ja, ik weet het niet. Ik vlog maar op los. Maar soms weet ik het ook even niet meer. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Dus help. Ja. Vraag. En ik geef antwoord. Ja. Kom maar op hoor. Tot later. Ja, daar waren we weer eventjes. Hè? Mijn poesjebeestje die ligt daar in de stoel lekker te rusten. Mijn hondje ligt daar lekker te rusten. En nog steeds alles open. Ik heb de boel opgeruimd, ja, dus, maar de vaatwasser is nog niet vol. Dus, en ik zal denk ik dinsdag mijn ramen eventjes laten lappen, want daar zitten allemaal neusjes op van mijn zwart-witte en mijn rode poesjebeestje. Allemaal vlekken. Ik weet niet of jullie dat zo zien, ja, dat zie je zo wel. Het is goed smerig, dat moet even gelapt worden. Ja, zo simpel als wat. Vind ik niet fijn. Buiten was het of gewoon door de ruiten glazen wassen. Maar het moet even binnenin nog. En dan mag ze een mooie dinsdag doen. Ja, kan ik er in de gaten houden. Maar oké, okay, dat wou ik jullie even laten zien. En ik weet het even niet. Ik weet zeker dat ik van apropos ben. Dat ik weer wat gehoord heb wat niet leuk is. En ik heb benauwd. Dus ik zal daar even medicijnen voor in gaan nemen. En dat voor het eerst. Kun je daar gaan. Ik ben in rokerige ruimte geweest. Maar daar heb ik zelf voor gezorgd dat ik hem niet nodig had. Maar hier kan ik niet tegenop tegen de natuur. Nee. Maar oké. Okay, komt allemaal wel goed. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag.
Tot laters. Nou, mijn hondje heeft al eten gehad. Ja, en mijn prinsesje is nog aan het eten. Die rode, die heeft ook al gegeten. Die is naar boven. Dat was het schoteltje, ik heb ondergespot. En daar staat mijn andere meisje haar eten nog. Want die is de hartom. Ja, dus dat heb ik daar maar even neergezet. Die zal zo wel weer thuis komen. En ik zal eten klaarmaken. Ik heb een ui. Zijn jasje ontdaan. Die moet ik nog even onder de kraan houden. Ik heb een blikje witte bonen op tomatenketchup. Wat dit is, nou het lijkt op spekjes. Wat het is, weet ik niet. Ik heb het als, nou ja, weer gekregen hè, van Karin en Roderick. Dus ja, wat het is, ik denk spekjes. Maar wat het is, merk ik zelf wel. Ik bak dat in de koekenpan. Uitje erbij. Ik heb hier nog een klein beetje ui in. Van gisteren, dat doe ik erbij. Klaar. Door de groenten heen. En dan ga ik lekker eten. Dan heb ik nog in de super nog een worstje. Nog twee. Ja. Ik had gisteren ook twee. Lekker, lekker, lekker. En die smult ook nog steeds. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Dan zou ik zeggen, geniet van jullie avond. En ik zou zeggen, het is trouwens 19:38. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Doei, doei. En voilà, mijn eten is klaar. Ja. Ik denk lekker twee worstjes erbij. En groenten. En dus ja, wat het is. Het zijn geen spekjes, maar het is wel lekker. Ik heb al voorgeproefd het vlees. Wat er doorheen zit. En ik, ja, het is mijn raad wat het is. Nou, en gebakken sippeltje. Een wijntje. En een bakje koffie. Ja, ja. Daar ga ik er lekker van genieten. Ja, en ik daar zag mijn hondje even vreemd toen, dus ik denk dat er eentje voor de deur staat die er graag in wil. Een klein, zwart-wit, viervoetertje. Dus ik zal even dat gaan bekijken en ik zeg tot straks maar weer.